Goedemorgen, het is bijna 11 uur en ik heb hier lauwwarm citroenwater. Oei. Om de dag mee te beginnen. En hierna neem ik altijd nog een mok water en dan ga ik zo meteen wel ontbijt maken. Ik moet echt ophouden met dit ritme. Ik wil niet meer zo laat naar bed, want ik sta ook laat op en ik voel me daar gewoon niet lekker bij. Ik ben absoluut geen ochtendmens, maar zeg maar heel vroeg wakker worden, in de wereld zien wakker worden. I love it. Dus bij deze beloof ik plechtig, je hebt het op camera, dat ik vanavond voor 12 uur in bed lig. Nu kon ik gisteravond, ik lag er om 1 uur in, kon ik ook niet echt in slaap komen. Dus het duurde ook wel een uur. Maar weet je, voor 12 uur, als ik maar gewoon in bed lig en gewoon aan het ontspannen ben, en dan maakt het niet uit. Dus voor 12 uur vanavond lig ik in bed. Het ontbijt, 3 gebakken eitjes met 2 handjes spinazie. Ik ben gedoucht en ik heb allemaal admin dingen zitten doen. Man, een visum voor India is echt geen kattenpis. Waar ik nu niet uitkom is hoe lang je mag blijven als je eenmaal een visum hebt. Ik zag dus staan, als je een visum in Maleisië aanvraagt, waar ik dus zeg maar voor het eerst weer ben in Azië, dat je dan dus een 6 maanden of 3 maanden of 6 maanden visum krijgt, maar dat je dan maar 30 dagen per verblijf mag blijven. I don't understand. En ik wil 2 maanden blijven, dus dat zou dan een probleem zijn. Visum issues. Whatever. Ik ga eerst even lunchen en dit is lunch. Het avondeten van gisteren, het meest fotogenieke eten ooit. Zilvervliesrijst, bruine bonen en zuurkool. Yummy. Ronde nummer 2. Ik heb honger en wie honger heeft, moet eten. Ik heb me eventjes opgemaakt, want ik heb zo meteen een koffieafspraak met... Dit is wat ik aan heb. Een spijkerbroek met versterking op de knieën, om het zo maar te zeggen. Daarboven een roze topje van de Zara en een vest van Forever 21. Super chill. Gewoon eventjes een koffietje. Yo, dit is een chille plek en ik ben lekker te vroeg. Het is nu iets voor 4. Mijn klok loopt voor, dus het is waarschijnlijk 4:10. Ik heb om 4 uur afgesproken. Ja! Miss Hairflip 2015. Doe de hairflip, doe de hairflip. We need to do the hairflip. Oh yes. Oh yes. Ah, oh, die was perfect. So pretty. No, frizzy rainy hair day. No, yay, helemaal niet. Yeah. Double tap. Ja, en we hebben hier een watermelon now. Ja, en ik heb een mango lassi. Super lekker. Liste, we moeten hem proeven. Wat? We moeten hem proeven. Ja, oké, proef maar. Oh, dan moet jij hem ook aan de camera doen. Oké. Ja? Het is minder koud dan ik had verwacht, maar super lekker. Super lekker. Er zit echt heel veel cardamom in. Is lekker. Wauw. Juist door die kruiden. Awesome. Heel lekker. Ik denk dat wel echt wel de lekkerste mango lassi die ik ooit heb gehad. Damn, dat zijn de uitspraken. Vind ik echt bom. Het is echt heel lekker. Yeah, gezellig. Ik zag Yves de jas en het is super cool. Yay. Yeah. Die had ik nog niet laten zien. Super awesome. Ik heb fly. Yeah. Yes, avondeten. Courgette, pizza, bootjes. Ik heb hierover een receptvideo staan. Ik heb ze iets te lang doorgebakken dan wat ik normaal zou doen. Ik link hem wel hieronder. Dus mocht je deze ook willen maken, dit is een beetje de aangebrande versie. Hashtag real life cooking. Maar de betere versie, die heb ik in een video. Ik heb de rest van de avondvlog zitten editen, dus niet zo heel boeiend voor jou. Ik heb mijn haar wel ingewikkeld, dus hopelijk heb ik morgen een mooie golf. Ik heb hier een tutorial over gemaakt trouwens, die link ik hieronder wel. De vraag van vandaag is, ik ben 15 en ik merk dat ik eigenlijk al mijn hele leven aan het uitstippelen ben. Herken jij dit ook of heb je dit ook gedaan en heb je hier tips voor? Ja, dat herken ik zeker. Ik had op mijn 15e geloof ik al bedacht dat ik tot mijn 30ste ging doen. En dat was heel hard studeren, een vette baan vinden, de man van mijn leven vinden en een heel tof huis. En daarna wist ik het eigenlijk niet meer. 3 jaar voor mijn 30ste realiseerde ik me dat dit eigenlijk helemaal niet de richting was die mij de rest van mijn leven gelukkig zou maken. Dus mijn tip zou zijn, misschien denk je nu, op welk moment in je leven je ook staat, dus of je nou 15, 30, 45 of 60 bent,
dat je weet wat jou over 10, 20 jaar gelukkig gaat maken. Mijn tip is dat je dat eigenlijk helemaal niet weet. Ik denk dat je misschien maximaal 5 jaar vooruit kan plannen. Beetje de grote lijnen. Maar dat je, ja, net zoals je om de 7 jaar, dat schijnt volgens mij het gemiddelde te zijn, van huis wisselt, dat je eigenlijk, denk ik, om de 5 jaar, ja, dat je voorkeuren ook wisselen. En dat je zeker op je 15e, denk ik, dat is even vanuit mijn eigen ervaring. Als jij andere ervaringen hebt, comment dan hieronder. Help vooral mee in het geven van dit antwoord. Ik denk niet dat je op je 15e kan bedenken wat jou op je 30e gelukkig gaat maken. En ik denk dat mijn realisatie is dat ik nu op mijn 30e ook niet kan bedenken wat mij op mijn 60e gelukkig gaat maken. En dat, zeg maar, zien en zo daarop terugkijken, heeft mij het vertrouwen gegeven van, weet je, Yves, doe nu maar, zet nu maar op de korte termijn de stappen waarvan je nu gelukkig wordt. En dan denk ik dat dat op de langere termijn ook het resultaat gaat opleveren waarmee je dan op de langere termijn gelukkig wordt. Ik weet niet of dat een antwoord is waar je iets mee kan. Ik hoop het. Mocht je zelf een vraag hebben, stel hem dan vooral in de comments. En mocht je er te lui voor zijn, scroll dan gewoon even bij de comments en geef een duimpje aan een vraag die jij heel graag beantwoord wil zien. Dan pik ik die eruit voor de volgende aflevering. My god, wat een rit! De enige reden waarom ik op tijd ben, is omdat ik het al die tijd geoefend heb, om zo maar te zeggen. Ik ben echt een half uur eerder weggegaan dan wat, ja, dan wat aangegeven stond in de routebeschrijving. Oh! Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan, want anders zie ik je morgen niet meer. En dat vind ik niet leuk. Dankjewel voor het kijken. Tot morgen.